Ja, dat is goed.
Ja, volgens mij ook. Wat mooi zeg. Stel je voor dat dat elke dag zou gebeuren als wij binnenkwamen in een klas en dat het gelijk al helemaal stil zou zijn. Maar... na al die 8 jaren hebben we er toch wat van opgestoken, blijkt al. Welkom allemaal op deze afscheidsavond van groep 8. Het is misschien voor sommigen al eens eerder voorgekomen dat hun zoon of dochter had die de loopplank ging verlaten. U zult dan misschien wel wat dingetjes tegenkomen en zeggen van, hé, dat heb ik misschien al eens als eerder gezien. Wat gaan we vanavond doen? We gaan straks, nadat ik de avond officieel geopend heb, kijken naar een musical van groep 8. We pauzeren halverwege even, dan kunnen we wat drinken. Daarna gaan we verder, er komt nog een stukje van het team. En ja, zo zullen er waarschijnlijk nog wel een paar dingetjes zijn die de revue passeren, maar die komt u vanzelf wel tegen. Ik heb opgezocht aan het begin van de avond een boekje en daar staat bij... De Goede Herder. En waarom heb ik dat boekje nou opgezocht? Ik denk dat het verhaal van de Goede Herder heel goed past bij een afscheidsavond. Toen jullie nog maar pas op de loopplank zaten, is het verhaal van de Goede Herder vast verteld. En ook nu, op deze afscheidsavond, wil ik dat verhaal van die Goede Herder voorlezen. Er was eens een herder die een kudde van 100 schapen had. Hij wist alles van schapen af, want hij was zijn hele leven al herder. Hij kende zijn dieren zo goed, dat hij het meteen merkte als een schaap een beetje ziek was of zich had bezeerd. Op een morgen telde de herder zijn schapen en hij schrok. Er was er eentje weg. Eerst dacht hij dat hij zich had vergist en hij telde nog eens. Maar weer waren het er 99. Jezus zei tegen de schriftgeleerden en de fariseeën, wat denken jullie? Zou die herder nu zeggen, ach, het is jammer, ik heb er toch nog 99 over, dus het geeft niet. Natuurlijk niet. Hij liet die andere schapen in de schaapskooi en ging op weg, om dat ene schaap te zoeken. Die man was een goede herder. Hij wist precies welk schaap was weggelopen en hij was niet van plan te rusten voordat hij het had teruggevonden. De herder kende de heuvels goed. Hij wist precies op welke plekjes een schaap zou kunnen verdwalen. Hij kende ook de gevaarlijke plaatsen waar een schaap zou kunnen vallen. Hij klom over stenen en rotsen en af en toe bezeerde hij zijn voeten aan scherpe dorens. Maar hij gaf niet op. En eindelijk, na lang zoeken, vond hij zijn schaap. Hij maakte het voorzichtig los uit de struik waarin het vast zat. Hij verbond het zere pootje en hij tilde het dier op zijn schouders. Nu voelde het schaap zich weer veilig. Voorzichtig liep de herder naar huis terug. Het werd al een beetje donker en hij kreeg honger. Hij had de hele dag naar zijn schaap gezocht. Tijd om te eten had hij niet gehad. Zijn voeten deden zeer van de scherpe stenen en de dorens op de heuvel, maar dat vond hij niet erg. Zo blij was hij dat hij zijn schaap had teruggevonden. Hij zette het bij de andere schapen in de kooi en begon weer te tellen. 97, 98, 99, 100.
Nu was hij er helemaal zeker van. De hele kudde was veilig in de kooi. En tevreden ging hij op weg naar huis. Terwijl hij vrolijk door de donkere straatjes liep, klopte hij bij zijn vrienden aan. Ik heb mijn schaap teruggevonden, riep hij. Komen jullie naar mijn huis om het te vieren? Zijn vrienden waren erg blij voor hem. Zij wisten hoe belangrijk het was om een verdwaald schaap terug te vinden. Ze kwamen allemaal naar het huis van de herder. Begrijpen jullie dit verhaal? Vroeg Jezus de schriftgeleerden en de fariseeën. De mensen in het koninkrijk, groot en klein, zijn net als die kudde schapen. En ik ben de goede herder. Als er 99 veilig binnen zijn, dan zal ik toch gaan zoeken om dat ene schaap dat afgedwaald is terug te vinden. En de engelen in de hemel vieren feest, als ik hen weer veilig thuis breng. Ik ben niet zo'n herder die is ingehuurd om op de schapen van anderen te passen. Die man kan het niet schelen of de dieren veilig zijn. Het zijn immers niet zijn schapen. Maar ik houd van al mijn schapen. Ik ken ze bij naam. Als één van hen wegloopt, dan zal ik net zo lang zoeken totdat ik het teruggevonden heb. Daar heb ik zelfs mijn leven voor over. Aan het begin van deze avond hebben wij kunnen genieten van een heerlijke maaltijd die door de kinderen was klaargemaakt. Het was werkelijk voortreffelijk. En aan het begin van die maaltijd hebben wij samen de handen gevouwen en hebben we met z'n allen het Onze Vader gebeden. Toen zeiden we al tegen elkaar, daar beginnen we de avond mee. En aan het eind van de avond sluiten we ook weer met gebed af. Vaders en moeders, ik weet niet of er ook opa's en oma's bij zitten. Ik heb wel geluiden gehoord dat die er ook zouden zijn. Allemaal hartelijk welkom. En dan gaan we nu beginnen met de afscheidsavond, met de musical. Maar eerst wil meester Van 't Veer nog iets bijzonders regelen. En hij komt er nu aan. Hallo, ik ga al 8 jaar met jullie mee en dan beginnen ze nu voor het eerst te applaudisseren. Een beetje laat zou ik zeggen, toch? Mensen, wat een week zeg, hè? Er is heel wat gebeurd van de week. We hebben met z'n allen een muis gevangen. Geacht bestuur, ik mag u feliciteren. We hebben nog 2 inwoners. Maar goed, dat was een avontuur en daar hebben we veel om gelachen. Dan groep 8 neemt afscheid, maar er is nog iets vandaag en dat wil ik toch zeggen. We zijn al verrast vanavond, laat ik het toch een keer zeggen, want meester Visser zei het al. Ik heb al vele malen een afscheid meegemaakt, maar zo leuk. En dan een maaltijd door leerlingen onder leiding, dat wel, want anders dan vrees ik toch een beetje het ergste. Door leerlingen klaargemaakt, dat vind ik heel apart. Dat is iets wat ik niet heel gauw zal vergeten. Dat blijft nog wel een poosje bij me, denk ik. Maar er is nog iets. Mensen worden wel eens een jaartje ouder. Ja. Ja. En gelukkig is dat eigenlijk toch, hè? Ook wijzer natuurlijk, Jeroen. Hoewel, maar we doen ons best, hè? Zeker. We hebben een jarige juf in ons midden. Waar zit ze nou? Waar is juffrouw Bossen nou? Die is vandaag jarig. We moeten even langs ons leven worden zien in groep 8, want dat kan niet anders. Kom er even bij, Lenny. Ik vind het heel bijzonder dat je op je verjaardag vanavond bij ons bent. Maar ik heb wel... maar ik heb wel alvast vernomen dat je het zaterdag dubbel dik overdoet. Dus ja, ik begrijp het wel, maar ik vind het heel leuk. Zullen we even langs ons leven voor de zingen? Daar gaan we. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hiep, hiep. Hiep, hoera! En nu kan het nog een keer, hè? Daar gaat hij. Kalm, we moeten ook nog musical spelen. Dankjewel. Lenny, ik heb je vanochtend al gezoend. Ja. Nou ja, vooruit, kom hier. Zo. Dankjewel hoor. Zo. En een hele fijne verjaardag. Ja. Nou mensen, dan gaan we maar van start, want we zijn allemaal een beetje zenuwachtig. Ik het meest van allemaal, denk ik. Hè? Ik ga hier op een kussentje zitten. Dat hoort een beetje, als je op leeftijd raakt, mag je op een kussen zitten onder het podium. Ik zou willen vragen aan groep 8. Gaan jullie allemaal maar naar je eigen plekje toe? Dan ga ik alvast vertellen wat er aan de hand is. Pas je even op mijn bril, jongens. Zo, we gaan naar een musical kijken. En ik moet zeggen, dat is in heel korte tijd. In mei zijn we begonnen, geloof ik. In heel korte tijd hebben we die erin gekregen. En we hebben vanochtend al een generale gegeven voor groep 3 tot en met 8.
Vanmiddag hebben we voor groep 1 en 2 een stukje gespeeld. Er komt ook een stukje voor wat heel geschikt is voor kleinere kinderen. Roodkapje is dat. En we willen nu graag dat geval laten zien, hè Jesper. Hè? Voor jullie allemaal. En ik hoop dat jullie daar heel veel plezier aan beleven. Wij hebben dat in ieder geval wel. Heel veel plezier. Mogen de lichten achterin misschien uit of is dat niet goed? Hans? Zwalwerd in mijn hoofd, mijn benen lijken pudding. Ik heb geen millimeter energie meer. Ik baal als een banaan, dit is een hondenbaan. Oh help me, wat doet mijn arme hoofd zeer? Wat is er misgegaan? Wat is er zo vervelend aan die baan? Hij heeft geen zin om op te staan. Hij heeft geen zin. Hij heeft geen zin om naar zijn school te gaan. Ik ben zo moe. Ik ben aan vakantie toe, als ik op school ben wil ik er vandoor. Die kinderen zijn lui, zo onvoorstelbaar lui. Van alles willen, maar ze doen er niks voor. Wat is er, wat is er, wat is er aan de hand? Doe niet zo slang, ik leid je nou eens aan. Vertel het, vertel het, wat is er misgegaan? Wat is er zo vervelend aan die baan? En dan die directeur, die krentenregisseur, die altijd loopt te mieren over geld. Hij wil een afscheidsshow, een supermooie show. En als het lukt, dan is hij weer de held. En ben ik 7 weken uitgeteld. Hij heeft geen zin om op te staan. Hij heeft geen zin om naar zijn school te gaan.
school de loopplank. Ja, goedemorgen Matthijs, mijn Paula van Dalen. Ik heb niet zo'n leuke mededeling. Toch niets ernstigs, hoop ik. Herman is ziek en kan vandaag niet op school komen. Zeg dat ik helemaal niet meer kom. Het ziet naar uit dat dit zelfs een paar weken kan gaan duren. Als Herman ziek is, is het echt mis. Hij is volgens mij nog nooit ziek geweest. Wat mankeert hem, Paula? Tja, eigenlijk van alles door elkaar. Hoofdpijn, buikpijn. Draken, diarree. En hij heeft vannacht behoorlijk overgegeven. En heeft last van darmkrampen. Tjonge, dat is nogal wat. Zeg dat ik helemaal paars en groen zie. Je ziet er heel vreemd uit. Een paars met groene vlekken. En zweettenen en bibberkuiten. Ga naar je tenten, man. Anders doe het zelf maar. Sorry Matthijs, Herman viel van zijn stoel. Heb je al een dokter laten komen? Die moet ik nog bellen, maar Herman stond erop dat ik eerst naar school zou bellen. Wat een kanjer is het toch. Wens een wetenschap, Paula. Ik kom gauw langs. Dat zou ik me niet te snel doen, Matthijs. Misschien is het wel besmettelijk. Je hebt gelijk. Hou me in ieder geval op de hoogte en wens Herman sterkte. Ik zal het doen. En jij ook sterkte met het vinden van een invaller. Maak je daar maar geen zorgen over. Regel wel wat. Dag, Paula. Dag, Matthijs. Oh nee! Wat kom je, vier? Of vijf? Hij is een rank ingetrapt! We zijn er fijn uitgebleven en er is weer een hoop gevallen! Ik heb een op! Waar is de pc? Waar ligt de plakband? Help, lukt de muis! Opzij, opzij! Ik doe het hard! Waar is het bordkruid? Waar is mijn rode pen? Er zijn weer schriften kwijt! Waar is het? Waar is mijn mes? De telefoon gaat! Kom net even net repareren! Waar staan de videobanden? Waar is Hans? Waar zijn de vingers? Waar is de tv? De donkere mensen zijn er nog niet! Waar zijn de bandpennen? De cd-papier is op. De computer slaat op hol. Waar zijn de schriften? De vleugel is nog niet klaar. Heb jij kneedgum? De wieg is erop. De telefoon doet het niet. Er is ingebroken. Waar is het bord kwijt? De klok staat stil. Het cd-papier is op. Mag ik hem blij zijn? Ik ben misselijk. Mag ik naar huis? Je zit met de pesten. Mag ik dat klant dan afgeven? Mag ik het bord schoonmaken? Meester, ze hebben ruzie. Meester, mag niet eens gevallen. Mag ik een nieuw boek halen? De toren wiebelt. Mag ik voetballen? Mijn pet is kwijt. Mag ik op een bord krijten? Er ligt een bal op dak. Mijn bal is afgepakt. Waar is meester van Dalen? Oh, wat moet ik beginnen? Over 20 minuten begint de les. Hoe had die mafkees tussenvolle kersenpit om ziek te worden? Nou ja, er kan toch iedereen overkomen? Nee, niet nu. Absoluut niet nu. Maar ziek is ziek, dat valt niet in troosteren. Nee, dat begrijp ik. Maar vertellen jullie maar eens waar ik zo gauw een invaller vandaan haal. Er is toch zeker wel een lijst met invallers? Nou en of, een prachtige lijst. Dat begrijp ik niet. Wat is dan het probleem? Kijk eens wat prachtige lijst. Maar ik zie helemaal niets. Precies, de lijst is leeg. Er zijn helemaal geen invallers. Oh, wat moet ik beginnen? Moet natuurlijk iemand zijn met de onderwijsbevoegdheid. Natuurlijk, anders krijg ik de inspectie op mijn nek. En maakt het verder niet uit waar zo'n leerkracht vandaan komt. Waar kwam die uit papegaaistad? Dan weet ik wel iets. Waar is de gouden gids? De gouden gids, wat moet je daar nou mee? Ik hoorde laatst van iemand dat er een uitzendbureau bestaat waar je mensen kunt inhuren met de meest uiteenlopende beroepen. Ook een onderwijzer, dat lijkt me sterk. Zelfs een onderwijzer. Ja, hoe zit dat nu? Hebben we haast of hebben we geen haast? Haast, ja. Haast, gouden gids. Rust dat kreng, je breekt er altijd je nek over en als je een keer nodig hebt dan... Ah, hier is hij. Kijk jij even. Ja, hier, uit zijn bureau
Alleskispen, Druisma spreekt u. Goedemorgen, Alleskispen u. Hallo, bent u daar? Barendse van basisschool De Loopplank. Goedemorgen, meneer Barendse van basisschool De Loopplank. Alleskispen u. Hallo. Nou, nee, het gaat niet zo goed, want... Mooi, wat fijn om te horen. Mooi, mooi, helemaal niet mooi. Natuurlijk is het mooi, want dat betekent werk aan de winkel. Dat ruik ik. We leveren alles en iedereen tegen de scherpste prijs, de beste kwaliteit en de hoogste IQ. En snel. Gisteren als het moet. Mooi zo. Ik heb namelijk binnen 10 minuten gediplomeerde leerkracht nodig voor groep 8. Een ogenblikje, ik zet Karel even aan. Karel even aan? Hoe bedoelt u? Karel is onze computer, onze duizendbitter. Hij weet alles. Laten we het open, want het zit flink in de puree. P-U-R-E-E. Puree dus. Een ogenblikje graag. Ogenblikje? Wat nou ogenblikje? Ja, hier heb ik het. Goed zo, Kareltje. Puree is een zorgvuldig doormaalde aardappelsubstantie, welke met toevoeging van zout, melk en een klein klontje boter overheerlijk smaakt bij onder andere spinazie met biefstuk, spruitjes met speklapjes, andijvie met... Draaisma! Hallo! Hallo meneer Draaisma, ik heb haast. En nu is het een beetje over puree te leuteren. Ik? U begon er anders zelf over. Dus ik denk, ik laat meneer Barnes even kennis maken met het bidsvermogen van Karel. Ik wil een leerkracht voor groep 8. Nu! En ik een oorspecialist. Tjonge, wat bent u gestrest? Vind je het gek? Over 5 minuten denderen die kids naar binnen. Nog bepaalde voorkeuren, meneer Barendsen? Voorkeuren? Hoe bedoelt u? Karel geeft aan dat de keuze heeft uit 3 categorieën. Klasse A, B of C. Nee hè, ook dat nog. Uiteraard met verschillende prijskaartjes. Uiteraard, uiteraard. Zo zeggen meneer Draaisma. Steek maar op mijn wal. We hebben zeeën van tijd. Wat is het verschil tussen A, B of C? Patatje met patatje zonder, links of rechts of zwart of wit. Een dikke of een hele dunne, wilt u met of zonder pit? Waar gaan we heen met de vakantie? Texel, Spanje, Almelo. De een zegt geef mij het maar zus, de ander wil het per se zo. Kiezen, kiezen, altijd maar kiezen. Wat het u is van. Patatje flip, patatje pinda, fosfaat of wel fosfaat. Kauwgom met of zonder suiker, 2 of 3 of 4 kwart maat. Thee, citroen of sinaasappel, bosvruchten of appelsmaak. Het is te veel om op te noemen, is dit niet een vreemde zaak? Kiezen, kiezen, altijd maar kiezen. Je hoort het duren in van. Patatje knots, patatje oorlog, het wordt steeds gekker, vindt u niet? Van alles zijn er 100 soorten, niemand die het nog overziet. En alles heeft ook een verpakking, waar gaat al die rotzooi heen? De bergen worden alsmaar hoger, waarom stopt dit niet meteen? Kiezen, kiezen, altijd maar weer kiezen. Je hoort het duren nu van.
wat een uur van. Kiezen, kiezen, altijd maar kiezen. Hallo? Hallo, bent u daar nog? Eenmaal aangeraag. Sorry meneer Barendsen, ik versta u niet. Ah, Draaisma. Ah, ah, ah. En een beetje snel of je knap uit mijn vel. Kom voor de bakken meneer Barendsen. Eenmaal A, sectie 24, snit dubbel X. Hoeveel dagen? Geen idee. Mooi, heel mooi. Dat kan dus wel even duren. Nog één vraag meneer de directeur. Ongelooflijk. Wat voor soort kinderen betreft het? Keuze uit 25 soorten zeker. Nee hoor, u heeft de keuze uit A, B of C. A is rustig, B is speels en C is baldadig. Baldadig is zeker de duurst. Vanzelfsprekend. Rustig Draaisma, zeer rustig. Yay! Oh help, daar heb je zo. Draaisma, zorg dat het in orde komt hè. Want anders... Knapt u uit de vel. Van piek op wel in orde meneer Barendsen. En veel plezier met het Pien Team. Pien Team, nou ja. We zullen wel zien. Draaisma de groeten. Een ongelooflijk bal gehakt. Een stofdoek. Een stuitenbal. Wilt u A, B of C, meneer Barendsen? Met of zonder krullen? Pimpelpaas of met een rood randje? Een vreselijke man. Hallo, hallo groep 8. Bent u daar? Ik heb een belangrijke mededeling te doen. Dus kom maar even hier. Zie je geen pretpark? Jullie meester is ziek! Ja! Behoorlijk ziek! Ja! Dat ging over jullie! Van ons? Hoe kan dat nou? Moet jij vragen, jij zit hem altijd te pesten! Zie je wel dat jij het lievelingetje van de meester bent? Ach wel, nee jongen! Jullie gaan nu rustig naar de klas en beginnen aan jullie volgende rekentaak. En we zouden toch gaan oefenen voor de afscheidsavond? Aan jullie volgende rekentaak, zei ik. Spreek ik soms Spaans? Over enkele minuten komt het Pien-team. Het Pien-team? Wat is dat? De invallers. Jawel, een heel klasse A-team. En ween gebeend als ze de benen nemen. Want dan... Knapt u uit uw vel. Schen je weg, Dukspa, jongens. Aan je rekentak. Hebben jullie soms spruikjes in je oren? Zij wegwezen. Qua jongen. Zie jij nog jongens, jo? Geen boy te bekennen, ol. Waar heb ik het aan verdiend? Waar heb ik het aan verdiend? Vroeger had je schoolhoofd gezag. De kinderen zitten voor de bovenmeester. En tegenwoordig zagen zij nog handig de poten onder je stoel vandaan. Zouden de dames zo vriendelijk willen zijn zich naar de klas te begeven? Of waar ze zich aan de volgende rekentaak gaan wijden? Ja, graag. Goedemorgen, dames. Nou ja, hij bedoelt in Nederland zou ik maar zeggen, hè? Wij hebben nou
Ja, ja. Zo, zo. Waar... Onze ouders zijn namelijk circusartiesten. En daarom hebben wij altijd overal en nergens op school gezeten. Ja, ja. We waren buiten in China, kluiters in Moskou, basiskids in de steek, pubers in Italië en studenten in Brazilië. Ongelooflijk zeg, wat avontuurlijk. Nou, dat was het zeker. Er gebeurde altijd wel wat. Zegt dat wij niks kunnen. De meester zegt die kinderen die kunnen niks. De meester zegt dat wij niks willen. De meester zegt die kinderen die willen niks. Wij zijn zo lui, lui, lui als een ui. Wij zijn zo mat, mat als een zak patat. We kijken naar tv, we bekken alleen maar play. We lezen uit een strip, we dansen hop en hip. Maar dat is niet waar. We kunnen alles, maar jij bent veel van denk alleen maar woorden. Ontzettend dat voor hem, want hij vindt niets leuk. De meester zegt dat wij niks kunnen. De meester zegt die kinderen die kunnen niks. De meester zegt dat wij niks willen. De meester zegt die kinderen die willen niks. Wij zijn zo moe, moe, moe slaap even. Wij zijn zo flauw, flauw. Geen enkele fantasie, nooit is een fris idee.
wij zeggen altijd mee. Maar dat is niet waar. We hebben alles, we hebben veel talent, alleen wij worden ontzettend afgerend, want wij verdiensten. Alles kunt hij af, die man is echt behoorlijk. Eens kijken, waar staat de telefoon?
We hebben die kistoffers naar buiten gestuurd en we komen naar jou toe om zangles te krijgen. Zangles? Hoezo? Ik kan helemaal niet zingen. Nou, je zorgt er maar voor, Drijsma. Al is je schoonmoeder. Je zorgt er maar voor dat ze leren zingen. Maar... wat heeft dit te betekenen? Pardon? Die kinderen. Al die kinderen van buiten. In het kader van de afscheidsavond moeten wij, de kinderen, zang, acteer en dansles laten volgen. En dat moet per se in de stad gebeuren. Wat? Pili heeft onze oom de inspecteur aan de lijn om toestemming te vragen. En hij gaat volledig akkoord, hè Pien? Absoluut, Pien. Voor 100%. Hartelijk dank, oom Jan. Tot op de verjaardag van tante Alia. Oom Jan! Oom Jan! Inspecteur, het Gijs Willem! Gijs Willem de Groot! Maar oom Jan verdient me! Vreemd misschien, maar wel waar! En voordat ik het vergeet, die spoedcursusjes zijn vrij prijzig. Omdat wij niet kunnen voorschieten, zou ik graag 500 gulden willen meekrijgen! Ik knap uit, man! Ja! Wat wilt u dan? We hebben nog 2 weken in de tijd! Maar er komt zo gewoon 500 gulden! Ach kom, u heeft toch nog wel ergens een potje? Oude kranten, sponsorloopje, fancy fair, bingo-avondje. U maakt mij niet wijs. Jullie zijn wel behoorlijk bij de hand, hè? Maar dat wilde u toch zelf? U heeft klasse aangevraagd en superklasse aangekregen! Oké, ik sta schaakmat. Kom mee, wijsneuzen. Als het haantje in het kippenhok, past hij heel goed op het geld. Als er iets moet worden aangeschaft, trekt hij eerst een zuinig mondje. En dan zegt hij vaak, ik heb het niet, kan het even uitgesteld? Hij krijgt centjes mij te delen aan alle groepen van de school. Maar die krijgen veel te weinig, grote krent is het parool. Dus en dus en dus, dat voor iedereen die katholiek is. We zuinigen, trek de broek primavera. Grote klassen, grote scholen, met binnen zal het ook wel gaan. Sponsorloopjes, krantenacties, bingoloopjes, fancy fair. Om geld te vangen, extra poen van hier en daar. We zuinigen, trek de broek prima weer aan. Grote klassen, grote scholen, met minder zal het ook wel gaan. Met minder zal het.
Zuinig? Grintig? Hoezo? Kijk eens, 500 pietermannen van baas Barendse gekregen voor de musical. En een rondje Big Mac zeker. Niks man, hier gaan we jullie nou zweet verjagen. Nee hè. Nou en of, als over 2 weken de zaak moet spetteren, zullen jullie er wel iets voor moeten doen. Zoals? Zoals met deze flappe spoedcursusjes gevolgen. Dansen, zingen en acteren. Kom op, doorlopen, we zijn op de laat. Concentratiegraad, daar gaat hij dan. En
En dan moet ik naar beneden. Ik heb het goed gespeeld. En zo, ja. Ga jij naar beneden. Dit is even een geschikt moment om te pauzeren, dacht ik. Dan kunnen we allemaal even bijkomen. Achterin staat de koffie klaar en voor de kinderen is er waarschijnlijk in het lokaal wat te drinken. Het tweede stuk van de musical brengt ons een etage hoger. We hebben de zangles achter de rug gehad. Er moet ook nog een en ander aan beweging gedaan worden. Daar gaan we nu naar kijken. Zo, hier zijn er 1, 2, 300 zullen. Klasse dan te komen. Anouska, Klobini, Dimorento. Dankjewel.
is. Oh ja, hier. Wat moet dat? Brutale snotaard. Ik ben jouw tante Beppie helemaal niet. Mijn naam is Jantine de Rover. Jantine de Rover? Maak tante kalfwijs. Fout, u moet u zeggen. Oh, neemt u mij niet kwalijk. Ik dacht werkelijk dat u mijn tante Beppie was. U lijkt spreken te paard. Ja, zegt u het maar. Oeh, neemt u mij niet kwalijk. Ik dacht werkelijk dat u mijn tante Beppie was. U lijkt sprekend op haar. Prima gedaan. Jullie hebben geen les meer nodig. Maar misschien dat jullie ook even naar de lekkende kraan kunnen kijken. Staat die ook in het script? Nee, die staat in het toilet. En hij is behoorlijk kapot. Dus, Owe. Juist, Nou, tot zo dan. Ja, doei. Doei. Zo, kinderen. Die zijn weg. Om pot te kijken van loodgieters krijg ik altijd jeuk aan mijn kuiten. Loodgieters, hoe bedoelt u? Wat zijn het dan volgens jullie? Wat is een pinteam? Pinteam? De inval is voor onze spannenmeester. Oh, nu begrijp ik het. Die gasten zijn schoolmeesters. Vandaar dat ze zo slecht kunnen loodgieten. Maar goed, genoeg gekletst. Jullie zijn hier om toneel te spelen. We beginnen met de warming-up. Die hebben we beneden al gehad. Niet zo bij de hand, ventje. Ik doe het werk al 20 jaar. Dus ik weet zeer goed waar ik mee bezig ben. Begrijpen? Ja, mevrouw. Mooi zo. We beginnen met de gezichtswarming-up. De mimiek bij toneelspelen is zeer belangrijk. Wie weet wat mimiek is? Dat je mijn gezicht laat zien hoe je je voelt. Heel goed. Dat is precies wat wij niet gaan oefenen. Op de bank die ik straks aanzet, staan allerlei geluiden. Waar jullie met je gezicht op moeten reageren. Besnopen? Mooi zo. Daar gaat ie. Van die in deze tijd leeft. Met een Walkman, een krantenwijk en meer van dat soort grappen.
Thank you.
is inderdaad heel eenvoudig. Pa, hou nou eens op met die flauwekul. Trek maar aan het touwtje, dan gaat de deur vanzelf open. Pa, dit is echt niet leuk meer. Ha ha ha, smikkel, smikkel, smul, smul, lekker hapje. Pa. Even naar een paar beelden kijken. Dat is het toetje wat wij ingevlochten hebben. Dat is het toetje waar jullie best wel verrast van zullen zijn. We hebben wat beelden van jullie in de loop van de tijd dat jullie op de loopplank waren. En die gaan we nu even een paar, daar gaan we even een paar dingetjes van laten zien. Je wil nog een stekker zeker? Nou, de...
Heel even eventjes luisteren, jongens en meisjes. We zijn nog niet klaar, dat weten jullie, want dit was het toetje natuurlijk. Hè? Wat zeg je? Je moet doen wat je doen moet. De rest allemaal op zijn plaats, alsjeblieft. Vincent, jij moet het afmaken, zo hoor. Jij moet gaan zitten. Is het goed dat het goed dat het nou zijn slot is dat ik de groepsfoto heb? Ik dat ook niet. Als het niet lang is. Nee, maar dat loopt over heel. Dat kan toch op plaats. Dat kan op plaats. Zij moet dat wel. Eerst moet het stil zijn. Wil je beginnen? Weet je het wel? Dit was het toetje, dames en heren. Eens één keer nog een knetterend applaus. Bravo, bravo, wat fantastisch! Kijk nou eens, een hok met schapen en ze hebben allemaal hun tong verloren. Hey kids, te gek, ik voel wel zijn boren. Wat een avond, wat? Herman, Thijsie, kerel, moet je niet in je bedje liggen? Paul heeft me hier naartoe gestrekt, Thijs, ik ben genezen, helemaal genezen. Welke tovenaar heeft dat voor elkaar gekregen? Wie laat deze kinderen de sterren van de hemel spelen? Dat is een P-team, meester. En wat? Lang verhaal, Herman. Ingewikkeld ook. Maar hoe zit dat eigenlijk? Telegram verbaasd Barentse! Telegram verbaasd Barentse! Bent u baas Barentse? U misschien? Ik heet Barentse. Oh, gelukkig. Ik dacht al. Dag, had een vrije avond. Alsjeblieft, een goede avond. Een gelukstelegram, nieuwsgierig. Ja! Toi, 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 stop. Wat betekent dat? Dat betekent succes, wijsneus. Meneer Barentse bedoel ik. Oh, juist ja. Toi, 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 stop. Kon er helaas niet komen. Stop. Misschien zit jullie meester in de zaal. Stop. Als de acute loodgietersklus. Stop. Tot ziens, Pien en Pien. Stop. Dus toch! Goed, en jij jullie